het allemaal wel over hadden, dat was de vlindercorridor die daar zou zijn. Maar dat was eigenlijk een soort woestenij naast het fietspad. Dus het was heel hoog allemaal opgegroeid. Er stonden allemaal brandnetels en distels en weet ik wat allemaal. En heel veel buren die hebben zich daaraan geërgerd. Er was er zelfs eentje die zelf al wat weg ging knippen, omdat de auto's geen goed uitzicht meer hadden. Ze gaan het weghalen en er komt nu echt een bloemenpracht daar op die plek. Dus ze gaan daar andere dingen zaaien. Maar niet meer zo hoog dus? Ik denk het niet. Ze zeggen gein is saai. Nee. Gein is saai? Nee. Nou, dus wat je er zelf van maakt hoor. Ik vind het niet saai. Je moet gewoon af en toe bij je buren langs gaan, samen koffie drinken of samen een wandelingetje maken. Samen naar het uiteinde daar lopen en naar de sterrenhemel kijken in augustus. Goed gedaan!